Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes en de rest. Mijn naam is Ronnie Ronaldo. Ik kom u enkele ogenblikken vervelen met mijn afgetrapte moppenshow. Een oude mop is ook een mop. Er kan gelachen worden. Wat een feest, wat een feest. Zo, dames en heren, beginnen we vanavond voor de verandering met mop nummer 1. Er is een oud mannetje. Staat bij een pas gedolven graf op de eerste algemene, komt er een klein jongetje naar hem toe en zegt: lekker hè, opa, even eruit. Er kan gelachen worden, dames en heren. Wat een feest, wat een feest. Ja, mijn opa had aderverkalking, daarom zei hij altijd: ik loop niet zo hard, anders stuif het zo. Er kan gelachen worden, dames en heren. Ja, staan twee mannen in de sauna, wat heet. Er staan twee mannen in de sauna, lid van een harmonieorkest, zegt de een tegen de ander: joh, wat heb jij een joekel van een navel. Jaloers vraagt de ander: mag jij morgen het vaandel dragen? Er kan gelopen worden, dames. Gelachen worden. Wat een feest, wat een feest. Ja, komt er een Belg in een cafeetje? Vraagt aan de ober: weet u misschien de toiletten? Zegt die ober: die zijn verstopt. Zegt hij: allee, ik vind ze wel. En gaat vervolgens naar een belendend reisbureau, vraagt aan de juffrouw achter de balie: hoe lang duurt een vlucht naar Amerika? Zegt ze: momentje, zegt hij: hartelijk dank. Er kan gevlogen worden, gelachen worden, wat een feest, wat een feest. Komt er een pasgetrouwd vrouwtje bij de groenteman, bestelt 15 kroppen sla, 21 kroppen andijvie, 22 kroppen komkommers, 3 kroppen appelmoes en 4 kroppen klerenhangers. Nou, dat laatste klopt niet helemaal. Zegt de groenteman: mevrouwtje, mevrouwtje, waarom toch zoveel? Zegt ze: ik wil wel eens zien of die nou ook kan eten als een knijn. Dat kan gelachen worden, dames en heren. Wat een feest, wat een feest. Met Ronnie Ronaldo, het liedje Bevreesd. Het is rood en het loopt in de wei, een tamponie. Zo komt... staat er een man voor de spiegel, helemaal naakt, helemaal textieloos, helemaal ontkleed, uit te roepen: één brok dynamiet, één brok dynamiet. Ja, zegt zijn vrouw, met een klein lontje. Er kan gelachen worden, dames en heren. Ja. Had ik laatst 2 huspuppies gekocht, wil ik ze aantrekken, was er 1 dood gegaan, dames en heren. Staat een Belg met de broek op zijn enkels aan het strand van Noordwijk aan Zee, komt er een agent naar hem toe. Die zegt: meneer, wat bent u aan het doen? Zegt hij: allee, ik wacht op een rukwind. Kan gelachen worden, dames en heren. Ja, ik was op weg naar het theater. Ik denk: koop even een krantje. Ik zeg tegen die verkoper: wat kost dat? Hij zegt: losse nummers van de Telegraaf, 1 gulden. Ik lees zo in de kop: losse nummers, 55 cent. Vertel het de man, zegt hij: ja, je moet niet alles geloven wat er in de Telegraaf staat. Er kan gelezen worden, gelachen worden. Daar eindigen we met deze ook in geur te ontvangen. Zit een man in de tuin van Paleis Soestdijk een verschrikkelijke behoefte te doen. Komt er een marechaussee naar hem toe, die zegt maar: dat wil de koningin niet hebben. Ik ook niet, zegt de man. Neem jij hem dan maar. Dat kan gelachen. La pluie, l'amour, la pluie, et vient l'amour. Elle était si jolie que je n'ose l'aimer. Et la la la, la la la. Les filles sont jolies dès que le printemps revient. Et la 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 la, la 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 la, la 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 la. Het orkest had nog geen applaus gehad, dus voilà. Ja. U had het liedje natuurlijk herkend, dames en heren. Het is van de bekende Franse tekstdichter, cultuurfilosoof en EHBO'er Jean-Claude Balzac. Dat was uit de tijd dat Hit Parade nog gewoon Hengstekeuring heette. En er was ook even een vraag van: treden jullie nou ook wel eens buiten Utrecht op? En zo ja, waarom niet? Nou... het antwoord is dus eigenlijk: we zijn laatst een avondje in De Bilt geweest. En waar ook geld bij moest, was die avond in Friesland. U weet, Friesland, dat hoort nog steeds bij Europa. Mag je ook gewoon in, zal ik maar zeggen. Alleen zo'n zaal spreek je iets anders toe, dan zeg je gewoon berenburgers en buitenlui.
Ja, u weet natuurlijk allemaal van het Fries, dat is een eigen taal. Wij zeggen het Fries. Althans, en dat zeggen ze dan daar. Wij zeggen normaal het Friest, hè, dus eigenlijk met die thee erachter. Maar ze noemen ons theedieven, maar die fabriek staat in Jouren. Maar, nou, dat idee. U weet natuurlijk al, Omme is het verleden deelwoord van Emmen en dat soort gedoe. Nou. Maar het was een erg leuke avond en we hebben ook een beetje ons verdiept in die Friese taal. He, dat is koetsje zielen, dat weet u allemaal, dat betekent vlierlippen. Dat is heel simpel. Maar dan moet u wel letten op het zeiltje op de U. Dan weet u dat het gaat over wateren, in dit geval de Friese wateren. We kwamen daar ook in die zaal, de toiletjuffrouw was overgeplaatst. Die had verandering van lucht nodig, werd er nog bijgezet. En het was erg warm in de zaal, zijn we even langs het koud buffet gelopen. Dat luchtte enorm op. En we kregen een staande ovatie, alle stoelen waren weggehaald. Er zat ook een prima orkest. Er zat alleen een beetje, er was een drummer, die had een fiets met trommelvliezen ook. Nee, trommelremmen heet dat inderdaad. Maar dat krijg je natuurlijk. Je weet natuurlijk, je hebt drie soorten gehoor. Een absoluut gehoor, geen absoluut gehoor en absoluut geen gehoor. Het was een heel tragisch orkest. Er zat ook een homofiele bassist bij, die kon geen maat houden, die jongen. Dat was ontzettend vervelend. Maar goed, het was dus erg gezellig allemaal. Het was allemaal prima. U weet natuurlijk ook allemaal wat heid betekent. Vader, ja, dat is goed. Ook iemand enig idee wat mem betekent? Moeder, ja, 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 in het Fries, hoor. Ik ken namelijk iemand in de Harderbollenstraat hier in Utrecht. Die woonde vlak bij mijn tandarts. Dat heb ik nog niet verteld, geloof ik. Die trok met zijn been, heb ik dat verteld? En die vertelde een verhaal. Hij zegt, er was eens een Belg die wou met vakantie naar Engeland. Maar die sprak geen Engels. Dus die gaat een platencursus, zo'n linguafooncursus. Engels gaat die doen. Ik begin net. En dat is dus zo'n cursus. Dan draait de plaat en dan kan je zelf stil blijven staan. Dat idee dus eigenlijk. En 3 jaar lang, 2 uur per dag. Nee, het gaat echt niet over u. Nou, 3 jaar lang, 2 uur per dag die cursus Engels via de plaat. Niet voorstelbaar. En die man die 3 jaar zijn om, hij neemt het vliegtuig naar Engeland. Het vliegtuig, dat landt heel eng. Hij daalt de trap af, loopt naar de taxi en zegt tegen de chauffeur. En zegt tegen de chauffeur. En hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen. Goedenavond. Waar komt u vandaan? Ja, ik stond daar. Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp? Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen. Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu? In Zeist. Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77. Nee, gewoon in de tweede korte stokstraat. Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost? Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van. Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan. Ik dacht wel dat het goed was. Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt. Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben. Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor. Oh. Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even. Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo? Nou, dat weet ik niet. Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's. Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer. En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè? Er zit van alles bij, maar geen speedboot. Ook een etentje. En
U kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn. Ik wou graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de schuur. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shirt krijg. Dus zo denk ik mijn beugeltje niet in mijn mond te steken. Ja, nou, ik hoor het wel, maar... Er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u. Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras. Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J. van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan? Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo... dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan... Jan, Jan, Jan. Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden. Ik heb namelijk een fluitje meegenomen. Ook nog. Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel. Dit is ophouden. Oké. Parallelopipedum is ophouden. Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden. Ja, om mee te beginnen. Een heel simpel vraagje. Ja. Dan gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets? Jan, Jan, Jan. Hey, Jan, Jan, Jan. Het antwoord moet zijn Jan Raaf. Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman. Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen. Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan. Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet. Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij. Nou, ik heb toch alle bril op. Zo is dat. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen een originele kippenleren aktentas. Kan ik de prijs nog één keer horen? Inderdaad, Jan, je kunt gaan winnen een kippenleren aktentas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Ja. Erg mooi. Aan elkaar gezet met kippenboutjes. Ja. Zoiets, ja. Heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Ja, maar het bestaat. Voor mijn werk heb ik hem niet nodig. Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of... Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc? Tja, nee. Nou, dan is wel een klerenzooi bij jullie thuis. Jan. Dus ophouden, dit. We waren nog bezig met die vraag over politiek. Politiek, oh ja. Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktentas met zich mee? Hij bergt alles op in zijn pukkel. Goed antwoord, dames en heren. Jawel, dat het goed was. Jan, je hebt een kippenleren aktentas. Hoi, hoi, hoi. Ja, dat mag best. Hoi, hoi, hoi. Wat een klein klerenprijsje, joh. Ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan, ja. Jan. Ik dacht van wel, ja. Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren. Hé, hey, daar heb ik gewoond. Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten? Nee, mijn hond wel. Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor? Ja, mij lukt het niet.
lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je handen. Oh, ik schrok al. Ja. Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond? Wat blieft u? Wat heb je voor een hond? Een Haagse puienzeiker. Heel vreemd beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen. Nee, we wonen in de kelder. Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen. Een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is erg mooi. Zet beter, je ervoor in. Beter dan een Schotse collier. Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij, jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat hij. Papegaai, parkiet, hamster. Zebra, antiloop, brilslang. Nou jij weer. Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag. Oh, ja, dan moet het zijn hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende. Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen? Nee, kan niet vliegen. Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd. Nou, ja. Ik niet zelf. Nee, nee, je oom. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou één kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier. Nou, ik win zowat geen flikker hier ook. Jan. Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit. Nou, ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug, want zijn Belgische oom is overleden, hè? Dood gegaan. Hij is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken? Tijdens het drinken van melk tot zich nemen. Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte die zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens. De koe ging zitten. Jan, 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 hé! Hey. Jan, Jan, Jan. Hey, Jan, Jan, Jan. Zo'n uier. En een heel klein oompje waarschijnlijk. Ja, nu wel. Ja. Jan? Zit die kale nee te schudden. Maar lekker weer om het open dak te rijden. Jan. Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar de pianist met een ronde top, dan weet je. Jan, pas op dat hij niet boos wordt hoor. Nee, maar ben je boos? Nee toch? Ja? Ja, hij is boos. Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug. Jan, het is een bijzonder goede pianist. Ja, maar hij kan beter een blik vingers open trekken. Zeg dat maar. Jan, we gaan verder met de volgende vraag. Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan. Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij. Daar kwam ik wel voor, ja. Dacht ik ook. Daar gaat hij. De volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Corny. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden. Nou, ja. 5 Connies. Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies. Daar gaat hij. Connie van der Bos. Connie Stewart. Heel goed. Connie Vonk. Heel goed. Telt hij voor een hele? Connie Vink. Ook goed. Connie Brokken, Connie en de Rekels, nee, Connie Baas, Connie van Gorp, Connie Tober. Nee. Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je weet te nemen. Ik had er al een stuk of 8. Ik had al een heel nest. Connie Brokken. Connie Brokken, het is toch Corrie Brokken? Trouwens, ze zingt niet eens meer. Nee, vind jij het erg?
Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars. Dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober? Ja, dan moet je misschien lopen. Jan, het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag en de stand is tot nog toe... Eén kippenleren aktetas. Ik vind het een boutprijs. Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet wat er aan de hand was. Je had vanmiddag al gekeken in het magazijn. De videorecorder. Je had het al uitgepakt, inderdaad. Ja, je was de hele zaak al aan het uitpakken. Ja. Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleurentelevisie, want die hoorde erbij, dat had je ook gezien. Dat klopt, ja. En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil van Kippenleer. Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje. Dan heb je een setje, hè? Maar ik wou liever twee fauteuils, anders moet mevrouw de hele avond staan. Ah, Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot. Nee, ook gezellig. Ik ben geholpen. Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen. Ja, huh? Fluitje van de cent. Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt. Dan zit je nog niet in de piepzak. Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit tevoorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De P. Van? Polen. Maakt niet uit, P van de paus. Kan allebei toevallig, ja. Dan maak je flikker verschil. Het gaat om de P. Ja. Het gaat om de P van de paus. Zo is het. Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet? De T. Talfabet. Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26 letters. Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik ben al zo wat geen... homofiel. Ja. Jan, de derde vraag is... De eenheid van 60 minuten is een... Uur. Wat krijg je dan? De zenuwen. Jan, P-A-U. Pau. Pauze. Ja, maar dat mag pauze, niet, ja, mag dat niet klopt. Voorgezegd worden nee, in de zaal, klopt. Dames en heren. Wil u ook een fauteuil? Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou? Nee, toch? Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk... Het is voor jou Jan, zo raar als het zo Jan, kort, je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken? Het lag gewoon stil. Maar dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut? Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is. Ja, Jan. Ik heb Gouden tijden herleven met Berry van der Mast. Dames en heren, in onze serie Wordt er heden ten dagen nog wel gewerkt? Spreken wij vanavond met de heer Luiten. En meneer Luiten is mede-eigenaar van een bedrijf dat zich bezighoudt met de zeevisserij. Ja, Jaap Luiten van het skippersbedrijf met de schuiten naar buiten. Ja, dat is een sinds lang gevesteld familiebedrijf van vader op zoon. Ja, grootvader begon met de vissen op skols, kars, kelvis, kabeljauw, skuren, bommes, kilveruitjes. Ja, maar toen heeft uw vader het bedrijf weer overgenomen. Ja, de oude Leute hebben de zaak wat ooit boit. Wat skoitte de boy, maar op het leste werden de vangsten minder en min en rr. Ja. Mede door de internationale afspraken over vangstbeperkingen. Ja, op het leste vongen ze alleen nog maar botvongen ze. Oh. Ja, en dan kwamen ze thuis van de roys en dan legden ze botje bij, botje bij. Botje. Ja. Maar ja, u bent op het idee gekomen om eens iets totaal anders met die boot te gaan doen. Dat was een idee van mijn vrouw. Uw vrouw? Ja, mijn vrouw. Mijn wife.
Dat is er een van Kreel. Maar Kreel dus eigenlijk. En die zegt, waarom ga je niet zeevissen als ooitje? Als ooitje. Sportieve recreatie. Sportieve mukkeredatie. Voor ieder die met zijn vrooie tooit geen rooit wooit. Geen raad weet. Ja, met subsidie van de CRM. CRM. Ja, de Centen- en Rijksdaaldersmachine. Ja. Zo'n vorm van zeetoerisme vereist natuurlijk wel speciale voorzieningen op de boot, hè? Ja, het roeien hebben we verboeid. Tot bar. Oh, waarom? Vissen kennen ze toch niet, maar zuipen des te beter. Ja, wat wordt er dan zoal gedronken bij u op de boot? Ja, de meesten drinken niks. Dat is ons eigen merk. Speciaal voor mannen met lastige wijven. Als die thuis komen, kennen ze zeggen, ik heb niks gedronken. Dat vind ik toch een uitkomst. Ja, en een inkomst. Ja. Zeg meneer Luijten, en buitenlandse toeristen, komen die ook bij u aan boord? Ja, en Duitse leute. Duitsers? Ja, vooral de Duitse leute gaan met de schuiten naar buiten. In de gele plastic bakken komen ze de Rijn afzakken. En weer terug, en weer terug, en weer terug. Hoe lang duurt nu eigenlijk een zeetocht? Tocht altijd op zee. Ja, maar 's morgens tien uur dan varen we het zeegat ooit en tegen zonsondergang varen we het gat weer binnen. Oh. En dan krijgen alle toeristen gratis voor 4,50 een foto van het gat mee naar huis. Oh. En die heeft hij ook zelf gemaakt? Ja, de foto wel, ja. Ja. Ja, het gat zat er al. Ja. En hoeveel mijlen vaart u uit de kust? 24 knopen en 3 ritsluitingen. En tot je de kust niet meer kan zien, dan gaan we blijven drijven. En dobberen. En dobberen. We hebben dobberstenen aan boord. Maar waarom blijft u zo dicht bij de kust hangen? Die oude kotter is niet meer hele gaar te vertrouwen. Oh jee. Het bennen niet zoveel houtwurmen, maar het geeft zwakke pleks. Nou, ik vind het wel een beetje onverantwoordelijk dan, hoor. Ja, is het ook. U heeft toch wel reddingssloepen aan boord? Oblief. U heeft toch wel reddingssloepen aan boord? Ja, eentje. Eentje? Ja, maar hoeveel mensen gaan daarin? Eentje. Voor mijn. Ja. Gebeurt het nou wel eens dat er eens iemand overboord slaat? Regelmatig. Wat doet u dan? Wanneer? Nou, als er iemand overboord slaat, wat doet u dan? Terugslaan. Ja. Nou ja, we kijken eerst of niemand hem mist. Oh. U wacht even af. Nee, daarvoor hebben we een logboek voor dikke Duitse leute. Een logboek. En anders hebben we ergens een leefnet nog. U bedoelt een leefnet? Nog, ja. Oh, nog. Maar dat is ook niet meer hele gaar te vertrouwen. Want Ma Kreel moest altijd boeten voor de netten. Voor het eerste net. Maar af en toe deed ze het net niet. Dan liet ze een steek vallen. Oh. Dat had ze uit de verpleging. Maar daar wil ik nou niet over zeiken. Nee. Yeah. Meneer Luijten, en tenslotte nog dit. Mensen die nou zeeziek worden, wat doet u daaraan? Komt dat voor, zeeziek? Ja, regelmatig, vaak en dinsdags. Ja. Ja? Maar wat doet u daaraan? Wat heeft u daarvoor? Een tekst. Een tekst? U heeft een tekst gemaakt? Ja, voor het schudden van het skooit. Ja. En dan pak ik de scheepstoeter, dan zeg ik, hier spreekt Jaap Luijten. Het is bij vijven. Het. Zijn er nog meiden of wijven die wat naar buiten motten spuiten, die motten kotsen vanwege het klotsen? Oh jee, wat is dan hun reactie daarop? Zo, dames en heren, dank u zeer. Het wordt alweer wat beter weer. Dan zingen we altijd een liedje over de camping. Dat draag ik dan speciaal op aan een goede vriend van mij. Die is directeur van een camping. Die is chef van het grasveld, noemen wij het zelf. Die man die verhuurt ook staakervens waar je in kan zitten. Dat is het zou leuk zijn als u het refrein een beetje zou willen meeklappen. Het hoeft niet, maar het duurt net zo lang. Dus
Je koopt een tent voor 1000 gulden met een prima zen en lach. Plus wat stoelen, tafels, bedden en een pomp. Verder nog 2 korte broeken, trainingspakken voor je vrouw of vriendin of voor gewoon je vaste vriend. Zet de tent uit op een grasveld om te zien of alles klopt. Met het luifel en de buizen en het zeil. Controleer ook het toiletje. Komt de spoelbak wel goed vol? Oefen desnoods even met zo'n plastic drone. Op de camping is het fijn. Op de camping heb je gein. In de tent daar is het wonen een festijn. Op de camping heb je vrienden en onmiddellijk contact. Voor ontspanning moet je op de camping zijn. Het eerste weekend dat we gingen was nog vroeg in het seizoen. Wie hield 's nachts de winterjassen nog maar aan? Zo'n tent is niet centraal verwarmd en het vroeg een graad of 10. Maar je hebt er wat voor over voor je tent. Daarop volgende weekend regen stroomde uit de lucht. We hebben zaterdags in zeilbakken gekocht. Toen we bij de tent aankwamen, stond het water tot de rand. Maar het luchtbed was nog droog en dat was fijn. Op de camping is het fijn, op de camping heb je gein. In de tent daar is het wonen een festijn. Op de camping heb je vrienden en onmiddellijk contact. Voor ontspanning moet je op de camping wezen. Was dan eindelijk mooi weer en de zon kwam al vroeg op. En die brandjes morgens vroeg al uit de tent. Op een avond kwam er onweer en het waaide nogal hard. En de tent lag 20 meter verderop. Water halen, fata vassen, kilometers voor een plas. En een eindeloos gesleep met kratten bier. Toen we thuis kwamen geboekt voor een maandje naar de zon. Ik was gebroken van dat koude grondplezier. Op de camping is het duur, de toiletten in een schuur. En je struikelt regelmatig over touw. Op de camping heb je buren en die liggen je niet zo. Voor de spanning moet je op de camping zijn. Het oude liedje met hetzelfde refrein. Je gaat plezierig heen en terug als chagrijn. Een stukje, gewoon een beetje gladiolen humor. Ja, makkelijk zaad, jongens. Man, 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 wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Man, 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 trameland. Het is allemaal ellende in de krant, daar is makkelijk zat. Tussenstukje, guppen, kappen. Mijn oma heeft de winkel en dat is een prachtig pand. Met tafeltjes en stoeltjes en een gokkas aan de wand. Hij handelt in kroketten, frikadel en broodje bal. Halve kip met appelenmoes, maar laat ze raar geval. Ze waren met de man of 10 een helm op de kop. Een brommer en een leren jek, mijn oma had de strop. Ze fraten zich het Lazarus, bestelde aan ze gek. In plaats van te betalen kreeg die hengsten voor zijn bek. Is wat je weet. Man, 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 wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Man, 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 trammeland. Het is allemaal ellende in de krant, daar is makkelijk zat. Hou maar even op, jongens. Hey, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, joh. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, want anders komen je kroepoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzel. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten, joh? Hoe zit het? Steek het tegen.
Alles kids onder de rits, Jurgie. Je hebt ook niks aan je leven, geloof ik, hè? Ja, je kan er niks aan doen, dat je een beetje kaal wordt, Jurgie, hè? Dat ze de hele avond erover lopen te katten, hè? Oh, voor ik het vergeet, die tapijttegel, die hou ik vast voor je. Kopspijkertjes erbij. Driekwart sessies. Lenskopjes. Geen bolkopjes. Ik vertel dat we bij de Chinees zijn geweest van de week. Je zou nee zeggen, gladiool. Is er wat met die man, joh. Toen loopt er een zo'n bukkum van ons, die loopt zo die keuken in. En die rol ze meteen angstig, weet je wel. Zo meteen kleine oogjes van de schrik, zou ik maar zeggen. Hoor. Toen zegt die rol het zo, die bij ons was, die zegt, ben je Bangkok? Kan je hem? Ja. Kan je lachen, he? Hey, waren je ouders nog blij met jou of niet, joh? Ja. Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dan beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof. Die zingen maan, 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 wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is, of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag mag, weet je. Maar dan zing je dus gewoon rattenplan. Gewoon een beetje om de COVID op te houden, weet je wel. Rattenplan. En de dames, de wijfjes, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof, die zingen maan, 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 tramelaand. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, dat ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmuts, zet daar maar in, Jochie. Je gaat niet zitten te jagen, Steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleider, joh, het is toch wat. Zeker meegelopen van de week, hè. Is dat wat, joh. Wat denk je wat? Het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen. En laat horen tot je er bent. Man, 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 wat een land. De hele zooi, die loopt hier uit de hand. Dames, man. Ik hoor de wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. Ja. De mannen kennen ook nog ietsje meer geven, jongens. Van onderuit de plus voor, hè. Kom op. Doe het nog. Het gaat van je eigen tijd even, jongens. Zet hem maar niet steden. Zet hem maar weer in, ja. Giet hem op. En niet gaan jaren, hè. Dus dan laat je... Muzikanten van tegenwoordig. Maar ja, de laatste nootjes. Hè? Eerste mannen, jongens. Weet je, trouwens, het vergeet ik nog te vertellen. Weet je het verschil tussen een Belg en... Ja, je kan wel doorspelen. Luie hond. Dat is dat wat, joh. Wordt weer knippen vanavond, jongens. Weet je het verschil tussen een Belg en een Chinees, jongens? Een Belg kijkt niet zo nauw. Eerste mannen, kom op. Man, 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 wat een land. De hele knuffel voor de loop, de loop. Dames. Man, 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 wat een land. Ellende in de kranten, ledikanten. Met mijn oom, die heeft een houten hand. Ik hoor ten eigen niet. Laten we eens maar een poosje gaan lullen, jongens. Ik wou even vertellen, als er nou ooit een einde moet komen aan de ellende in de wereld, jongens, dan begint dat bij ons in de Grietstraat. Bij ons loopt iedereen zak. Eerlijk, de langharige lopen zak. Zwaar of niet? Dat weet je zelf.
En Heb je nieuwe dakbedekking, Jussie? Hij denkt, het is warm, ik neem een riettegeltje. Ja, kom op maar, jongens. Dat is voor hem, hè, jongens, dat is voor hem. Hè. Hij krijgt namelijk geen salaris. Kalemaat. Nee, ik wou namelijk even zeggen, hij krijgt geen salaris, maar smartengeld. Eerlijk waar. Hè. Eerlijk waar, jongens. Nee, ik wou even uit elkaar leggen, jongens, bij ons in de straat. Bij ons in de Gietstraat wordt niet gedisrimi-crimi-nipeerd, jongens. Bij het ringsteken krijgt iedereen een emmer water over zijn flikkeren. Nou beginnen we 's morgens om 1:10 met een optocht dwars door de wijk heen, jongens. Maar ja, in die straat achter ons is het meteen bakkeleien geblazen. Dat komt door die gladiolen van Bras. Die zijn namelijk jaloers tot wij een betere poppenkas hebben als hullie. Maar ja, jongens, dat kennen wij doen, want wij kennen daar vakmensen voor aantrekken. Want het is bij ons geen knaakje in de week, maar wel een joetje in de maand toevallig. En dat geld wordt allemaal ingecasseerd door tante Pietje. Ze legt nou in het ziekenhuis, maar ze krijgt morgen in fruitmaand. Want toen we gisteren de kas controleerden, hoor. Dan gaat je geen flikker aan ook, ja. Je kent er wel, tante Pietje, ze is hartstikke dik. Als je daarom heel moet lopen, kun je zeggen, jongens... Nee, ik neem brood mee. Die is hartstikke dik, eerlijk jongens. Als die er eigen buk, gooien ze er meteen een zadel op. Eerlijk waar, hoor. Nou, we hebben dus allerlei activiteiten altijd, jongens. Hè. We hebben dus ook altijd een viskoekoers gehad. Maar ja, bij het vorige koers zijn al die hengels in beslag genomen. Ik zeg nog tegen die Wout, wat moet je nou met al die hengels, joh? Hij is een grote familie, Den. Hij zegt, die hengels die zijn voor de staat. Ik zeg, voor de staat? Ik heb Juliana nog nooit zien vissen. Hij zegt, nee, maar ik heb Bernard wel eens zien hengelen. Hebben we dus ook altijd s'avonds activiteiten. Jongens, gewoon weer eens warm eten met z'n allen. Prakken met een beetje een kuiltje voor je even die haalzen met zo'n beugeltje, weet je wel. Hoort hem lachen, die guppenkop, joh. En dan kregen we na het warme eten, jongen, de afgelopen keer kregen we meteen koffie met een slaatje erbij. Weer eens wat anders, weet je wel. Maar ja, ik kijk naar die slaatjes, een beetje blauwachtig paars uitgeslagen. Ze liepen heen en weer over het bordje, zou ik maar zeggen. Dus ik vertrouw het niks, dus ik ga naar die gozer die ze had klaargemaakt. En ik zeg, moet je luisteren, Karel, jochie, de slaatjes zijn niet te vreten. Hij zegt, zijn de slaatjes niet te vreten, joh? Verrotte brillen, jongetje. Zijn de slaatjes niet te vreten, joh? Mooie zak met kluiven bij de staartje. Ik zeg, jochie, Karel zit niet meteen te katten, rothond. Ik zeg, jochie, maar het is gewoon zo, de slaatjes zijn niet voor het geld, is het niet waard. Hij zegt, in de oorlog waren ze er blij mee. Ik zeg, ja, toen waren ze nog vers. Dan hebben we dus ook altijd, jongens, we hebben ook altijd een bingoavond. Maar ja, altijd dezelfde gladiolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het die klanten van Achterberg waren. Je kent ze wel, die kuilengroothandel, zou ik maar zeggen. Die zandhazen, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat denk je wat, als je pijn in je kop hebt, loopt die al om je heen te draaien. Ik kwam hem laatst tegen, toen zegt hij, nou, u valt bij ons in goede aarde. Ik zeg, mooie mij hebben, jochie. Hij zegt, nou ja, zaand erover, zaand erover. Is dat wat, joh? Niet te geloven met die gruppenkappie. Nou ja, jongens, met die bingo. Ik heb zelf, ja, ik heb 1 keer wat gewonnen, een broodrooster. Dan weet je, maar ja, na 2 keer wippen naar de kloten, dat ding, hoor. Toen heb ik hem zelf gerepareerd. Ik ben namelijk elektricien geweest, maar ik kon niet tegen de spanning. Maar ja, met de loterij had ik eindelijk een leuk prijsje. De laatste keer, jongens, had ik een hele zooi bananen gewonnen. Een kroppie of 3.
Maar ja, ik had geen boodschappentas bij me. En je kan ze ook niet laten liggen, want dan zijn ze weg. Dat weet je. Eerlijk waar. Dus wat deed ik, jongens? Ik nam ze mooi mee naar huis. Ik stook in al mijn zakken, stook ik bananen. Maar ja, ik moest met de laatste bus en hartstikke druk. Allemaal van die discoleiers erin, weet je wel. Van die glittergladiolen, zou ik maar zeggen, hoor. Dus ik word helemaal platgedrukt en de bananen ook, hoor. Maar ja, wat denk je wat, jongens? Ik had er één in mijn achterzak gedaan en ik voel dat die nog heel is. Ik hou hem goed stevig vast. Oh, ik denk mijn laatste banaan, hoor. Ik knijp een beetje, weet je wel. Hoor ik een stem achter me. Meneer, als u even loslaat, kijk ook de bus uit. Beste Matjo. We zwaren en de wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt ze op de sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zette hem in het kleedlokaal, mond even voor een plas. Zijn spullen gie verdwenen, wat een hand hij aan zijn tas. En dan met z'n allen jongens, wat een land, wat een land. Ja, man, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Man, trammeland. Het is allemaal ellende in. En bedankt voor het galmen jongens, hoi.